Als ik mocht dromen, ja, dan zou ik toch heel graag een podiumprijs pakken, ja. Naomi Overkamp uit Eibergen leeft over 2 weken haar droom als ze debuteert op het Europees kampioenschap sambo dat plaatsvindt in Servië. In topsportcentrum Heerenveen bereidt de 21-jarige Berkelandse zich voor op het internationale eindtoernooi in een relatief onbekende vechtsport die lijkt op judo. Ik verwacht wel dat ik gewoon daar wel echt wel potten ga winnen. Ik verwacht wel dat, dat ik daar wel ready voor ben, zeg maar. Ik heb wel echt heel veel zin in. En wat precies de uitkomst gaat zijn, ga ik niet weten. Maar ik ga in ieder geval heel wat mijn best doen om daar gewoon mijn beste zelf neer te zetten. Na 14 jaar aan judo te hebben gedaan, startte Overkamp een half jaar geleden met sambo. Sambo is een Russische vechtsport. En het lijkt best wel op judo. Want eigenlijk alle dingen wat je doet met judo, kan je ook met sambo doen. Alleen het verschil is dus dat je met sambo ook je benen mag pakken. En dat je beenklemmen kan maken. En dat je geen verwurgingen mag. En dat mag je dus wel weer met judo. En de regels zijn iets anders, de puntentelling. Ze kreeg eerder dit jaar van haar coach te horen dat ze deel kan nemen aan het EK. Dat van 16 tot en met 19 september plaatsvindt in Novi Sad. Ze greep de kans met beide handen aan. Ja, ik ben daar heel erg benieuwd naar hoe het gaat. Ik heb al een aantal toernooien gedraaid met Sam, maar dat gaat hartstikke goed. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe zeg maar het niveau is op zo'n EK. Wat de tegenstanders in petto hebben. Voor haar reis naar Servië heeft Overkamp hulp gekregen van sponsoren. Naast haar studie aan de Hanze Hogeschool in Groningen heeft ze namelijk geen tijd voor een bijbaan. Ze is daarom ook een crowdfunding gestart via de Yvonne van Gennep Foundation. Daar hoop ik gewoon mensen die me gunnen en graag een keertje een donatie willen doen, dat ze daar naartoe kunnen storten. En dat is wel hard nodig, omdat ik inderdaad daar geen geld mee verdien. Dat waardeer ik heel erg, dat ze dat allemaal voor mij doen. Sambo is in 2024 voor het eerst een Olympische sport. Hoewel ze binnenkort pas haar debuut maakt op een EK, heeft Overkamp ook al ambities voor de toekomst. Ja, wat ik hoop te bereiken is dat ik met de judo, dat ik door sambo ook echt door de judo echt veel beter ga worden ook. En dat ik daar ook weer verder kom. En ja, met de sambo hoop ik toch wel zeker de Olympische Spelen nog mee te kunnen doen.